Meneer Schuttert, u bent de grote animator achter dit grote evenement. Ja, nou, niet alleen natuurlijk. Samen met mijn vrouw Marianne, die doet er ook heel veel voor. En heel veel vrijwilligers. We doen dat hier met elkaar. Kunt u ook grote namen noemen? Want het is een heel groot evenement met buitenlandse en binnenlandse topruiters. Die met verschillende disciplines meedoen. Ja, natuurlijk de springsport. Het hele Spaanse team is hier, wat naar de Wereldruiterspelen gaat. Het hele Deense team is hier. Het Nederlandse team is ook zo'n beetje volledig. Er zijn veel grote namen uit Duitsland. Philip Weishout, nog van Nederland, Gerco Schreuder en Jeroen Dubbeldam. Onze eigen jongens natuurlijk, die doen mee. En ja, er staan klinkende namen op. Nou bestaan er dus renpaarden, springpaarden en dressuurpaarden. Wat zijn nou de kenmerken van die paarden? Want om dat precisiewerk te doen, moeten ze toch over specifieke talenten en eigenschappen beschikken. Kunt u er eens een paar noemen en het verschil dan tussen die soorten paarden? Nou, een dressuurpaard, dat zullen we morgenavond zien, want dan krijgen we een show van Ankie van Grunsven. Die moet heel goed kunnen dragen en galopperen. En goed in de beweging zijn. Een renpaard moet snel zijn. Die zijn vaak ook wat kleiner, wat anders gebouwd. Ze worden er ook op gefokt. En een springpaard is sterk, moet atletisch zijn. En een goede instelling hebben om over de hindernissen heen te springen. Dus dat is verschillende richtingen. Dat zijn niet dezelfde paarden, maar die worden gefokt voor het doel waar ze voor bedoeld zijn. Om een goede ruiter te worden, moet je op jonge leeftijd beginnen met paardrijden. Hoe oud of jong moet dan een paard zijn om te trainen voor bereiding? En is dat anders voor een dressuurpaard of een springpaard? Nee, daar zit denk ik niet zo heel veel verschil in. Ik denk renpaarden wat jonger zijn. Maar dressuur en springpaarden wordt begonnen als ze 4 jaar oud zijn. En dan duurt dat toch wel tot ze 8 zijn, tot ze op niveau 8, 9. En dan zo van de 9e tot de 13e, dan zijn ze op topniveau. Mooi, want dat is toch wel leuke informatie. Dat lees je niet zo gauw en
Vandaar dat ik dat vroeg. Ja. Vandaag wordt de kwalificatie voor de Grote Prijs gereden. Hebt u een favoriet of beoogd winnaar voor deze prijs? Nou, niet specifiek. Ik hoop dat de beste natuurlijk wint. Natuurlijk heb je altijd wel mensen waar je een fan van bent, de manier van rijden en noem maar op. Ik zou het wel heel leuk vinden dat Jos Lansing zou winnen. Dat is onze jongste zoon, die rijdt op die stal en die heeft fantastische paden. En het zou natuurlijk mooi zijn dat hij hier vanmiddag vooraan kan rijden. Dat kan ik me heel goed voorstellen. Goede ruiters en paarden maken een onderdeel uit van een geslaagde CSI. Een parcours is uiteraard heel belangrijk. U hebt iemand speciaal uit Brazilië aangetrokken, heb ik gelezen. Dat is de heer, moet ik even kijken, Guilherme Jorge, hè? Zeg ik dat goed? Dat klopt precies. Ja, hij heeft ook assistentie, heb ik gelezen, uit Limburg. Ja. Nou, we hebben hem gevraagd omdat hij over 2 jaar in Rio de Janeiro gaat bouwen tijdens de Olympische Spelen. En dat is natuurlijk heel mooi voor de ruiters die hier meedoen en ook voor onszelf om te kijken wat voor stijl hij bouwt. En dat is eigenlijk de reden dat wij hem gevraagd hebben. Meneer Schuttert, wie zien we nu op het parcours? Dat is Fred van Straten en die is stalruiter bij ons hier op de Driehoekshoeve. En die rijdt een van onze talentvolle jongere paarden. En we zijn natuurlijk benieuwd hoe hij dit gaat doen. Ja, paard ziet er heel enthousiast uit en de ruiters zitten fantastisch op. We gaan het even bekijken. Hij schopte net al met die achterbenen. Ik denk, daar zit wat niet in. Ja, dat is een heel goed paard. Ja. Maar ook een goed paard kan een fout maken. Ja. Ik heb zelf ook wel gereden vroeg, maar door smetjes. Ja, of een boomstammetje. Goed zo. Mag ik u namens ons team heel veel succes wensen en hoop dat u nog vele jaren mag doen. Dank u wel voor dit gesprek. Dank u wel. Pakloos over beide fasen. Manon van der Sluis met Calgary. De tijd die daar noteren is 33,88 van een seconde. Hallo Mercedes, you are in Ommen for the CSI. How many times you has been here? This is my first time at this show, so it's really exciting for me. Yes, and I saw you make steps. Why you do that? You do it so when you land you have an even distance for your horse. Some are a bit shorter, some are a bit longer, and you have to make sure you ride so you can have the nice distance and make it easier for your horse to jump. And you bring it over to your horse when you, with your legs or with the hands? Yeah, with your leg and with your hand you support the horse. Okay. Very intelligent horse. Yep, they're clever to jump these tracks. Okay. And how old is your horse? He is 16. 16. And how long are you driving on, for riding on a horse? This horse, 10 years I've had him. Okay. May I ask how old are you? 22. And you are going to other international races? Yep, after this one, then we start in the indoor international. I think my first one is at Vierden. Yeah. Well, I wish you very good luck. Thank you. Thank you for this. Okay, bye.
De Big Boy, foutloos in de eerste fase en de springfout werd gemaakt op in en is acht. Een van de scherpvechters in dit parcours. Hier stappen de boer Jesper Ron met het Big Boy in 33.88. Voor Vals in 33.88. We staan hier bij een heel speciaal apparaat. Kan je ook vertellen wat het is en waar het voor dient? Ja, dit is een aquatrainer. Dat is een loopband in een bak. En die bak kunnen we vullen met water. Dus dan heeft het paard kan je de tempo van de band kunnen wij dus bepalen. De hoogte van het water waarin het paard gaat lopen. En hoe lang die erin staat. Het zijn eigenlijk drie variabelen. En deze aquatrainer gebruiken we voor training. Dus het zorgt ervoor dat de spieren allemaal goed los blijven. Dat de rug goed gebruiken als de buikspieren aanspannen. Het wordt gebruikt voor revalidatie. Dus als een paard een blessure heeft gehad, dan gaan ze in de aquatrainer om daardoor sneller te revalideren en weer sneller aan het werk te kunnen. En omdat je hem zo recht kan laten lopen en alles kan beïnvloeden zelf, kan je precies bepalen hoe lang je hem erin wil hebben, hoe hard hij mag trainen. Dus per paard maak je een trainingsprogramma. En naar wat hij moet gaan doen, dan zet je hem in de aquatrainer. Het is dus wel heel specialistisch werk, want je moet dus weten hoe de anatomie van het paard is. Je moet er dus kijk op hebben hoe de houding van het paard is. En uiteraard weten wat de blessure is, om hem te laten herstellen als dat aan de orde zou zijn. Ja, dus absoluut is het wel aanbevolen om met een fysiotherapeut of een ander medisch expert, die ook verstand heeft van een aquatrainer, om die de eerste sessie daar samen mee te doen. Om dan te bekijken wat is een goed programma voor dat paard. En er moet altijd wel iemand bij staan, minimaal twee personen, om te kijken per dag wat het paard doet. Hoe voelt hij zich? Kan hij misschien een beetje hoger water? Kan hij een beetje lager? Maar inderdaad die expertise eromheen. Wat mag je wel doen? Wat mag je niet doen? Dat is wel heel erg essentieel en belangrijk voor een goed resultaat aan het eind van het verhaal. Het is eigenlijk te vergelijken wat je als mensen in de sportschool doet. Alleen sta je daar droog en hier staat hij nat. Ja, nou inderdaad. Ja, je hebt nu de weerstand van het water in je training. En je kan ook gebruik maken van de opwaartse druk van het water als je de ondervoeten wat wil ontlasten. Dus dan laat je ze wat meer zeg, een beetje floten. Waardoor ze wel kunnen bewegen, maar niet die druk op die ondervoeten hebben. Dus je maakt op die manier maak je wel gebruik van dat water. Ja. Is het lekker warm water? Nee, het is geen warm water. Het is koel water, want het komt uit een bron is geslagen. En juist die koelende werking zorgt ook weer voor eventueel warmte in de benen of dikte van de benen. Dat het een beetje wordt gekoeld. Vinden paarden het wel leuk om het te doen? Absoluut. Ja, de eerste keer vinden ze het soms wat spannend. Het is natuurlijk die band die gaat lopen en dat water komt erbij. Maar ik heb nog geen één paard gehad die de tweede of derde keer niet meer erop wilde. En ze gaan allemaal met de oortjes naar voren en ze hebben er echt wel plezier in. Ja. De hoogte van het water, heeft dat dan te maken ook met de hoogte van zijn benen? Of met een blessure? Wat is bepalend in dit geval? Dat is beide. Je kan natuurlijk ook kleine ponies. Dus ik kijk eigenlijk nooit naar de centimeter. Dus we hebben wel een centimeter dat ik als fysiotherapeut kan aangeven bij een bepaald paard. Hij moet op zoveel centimeter water. Maar voor een pony is het natuurlijk een heel andere verhouding dan als je een groot paard erin hebt staan. Dus afhankelijk van de blessure of wat het doel van je arbeid is. De ene moet meer spieren hebben, de andere moet de rug wat losser maken. Bepaal je de waterhoogte per paard of per pony.
Mag ik u heel hartelijk bedanken en ik wens u heel veel succes. Geen dank. Dank u wel. Ja hoor. I will never